Ja, super, top. Top, top, top. Kijk, ik moet iets doen. Je wilt echt niet je voet in beeld staan? Ik vind wel dat je mooi voet hebt. Het is aan jou. Flippers, dat staat niet zo, want nee? Ik kan ook wel wat draaien. Moet ik dan lopen en moet ik dan nog terugdraaien. Oké, wat gebeurt? Ja, gewoon dat ik omdraaien. Verantwoordelijk natuurlijk voor de andere kosten en het zijn dus nogal wel wat kosten als je bedenkt dat we ook nog gaan reizen naar Shanghai en Sanya en dan weer terug naar de podium voor de finale. Hey, en je doet dat een jaar dan Miss World zijn en daarna, wat ga je daarna, advocaat worden? Ja, ik wil zeker wat doen met mijn diploma, want ja, daarvoor ben ik afgestudeerd, daar heb ik mijn best voor gedaan en daar heb ik ook ambities in. Ik wil graag hoogleraar worden. Dus dat is ook nog een droom die ik naast eerst Miss World worden in de toekomst nog hoop te vervullen. From the heart of Amstelveen, just around your corner, this is News Radio Amstelveen with your host, Lex Sternfeld, who brings local news, interviews, and information on various subjects. Stay tuned for this daily show on RTV Amstelveen, your favorite station. Nathalie den Dekker uit Amstelveen, in juni gekroond tot Miss Nederland, zal ons land deze zomer vertegenwoordigen op de Miss World verkiezing in China en Mongolië. Ze is op een wat ongebruikelijke manier aan haar titel gekomen, dat zal ze straks zelf vertellen. Nathalie is bijna 23, behaalde haar gymnasiumdiploma cum laude en heeft, zo jong als ze is, haar studierechten in twee richtingen nu al afgerond. Nathalie zit aan de gastentafel. We gaan een uur praten, afgewisseld met jouw favoriete muziek. Nathalie, je bent een intelligente meid. Vroeger werd vaak gedacht dat missen domme blondjes zijn. Bestaat dat vooroordeel tegenwoordig nog steeds? Ja, daar krijg ik zeer veel mee te maken. Dat is echt nog van alle dag. En dat stoort mij wel eens, dat mensen nog steeds niet daar doorheen kunnen prikken. Want zo gaat bijvoorbeeld, ik ga dan naar de Miss World verkiezing. En het thema van de verkiezing is ook Beauty with a Purpose. Dus dat betekent echt schoonheid met een doel. Dus het gaat om veel meer dan alleen uiterlijk. Want ik bedoel, er doen 130 landen mee. Iedereen is mooi. Maar wat heb je nog meer te bieden? Daar gaat echt de wedstrijd om. Bikinironde is niet eens meer verplicht om aan mee te doen. Dus wat dat betreft is het maar een heel klein aspect van de verkiezing. Die in totaal dus 4 weken duurt. Een enorm lange tijd waarin je allerlei verschillende onderdelen hebt waarin je jezelf kunt bewijzen, zoals talentenronde, sportscompetitie, maar ook liefdadigheidswerk is dus een van die rondes. Dus het gaat om veel meer. En daarnaast, ja. We hebben voor de uitzending al even met elkaar gesproken. Luisteraar, ik kan vertellen dat Nathalie iemand is met beauty en brains. Mag ik je meester in de rechten noemen? Ja, dat klopt. Dat heb je snel gedaan, die studierechten. Aan welke universiteit heb je gestudeerd? Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ja, en dan in twee richtingen. In het notariële traject en in het toga traject. Met misschien flink wat uitspattingen in het studentenleven? Nou, dat valt mee. Ik was niet lid van een studentenvereniging. En dat had eigenlijk te maken omdat ik 5 jaar in de thuiszorg heb gewerkt. En dat deed ik dan in Noord-Brabant. Dus ging ik iedere keer gewoon op en neer naar huis.